Kom naar ons café en probeer ons ijs. Het café is gedecoreerd, precies zoals Elsa en Olaf dat willen. Maak een vloer van piepschuim. Hier is een hoek. Yummy, yummy, yummy. En we gaan dit veranderen in een gezellig café. Huh? Dit is ijs, gemaakt van lijm. Verdeel het. Olaf is hier om ons te helpen met het behangen. Woehoe! Hij doet het geweldig. Yeah! Nu de vloer nog. Wauw! Bedankt voor de hulp, Olaf. Oké. Hi there. Dit ijs gaat een hit worden. Bedek de zijranden met glinsterend schuimpapier. Een pijpenrager bedekt de naden. Wow, kijk! Het hoorntje viel uit de foto. Knip de rand bij en teken zilveren wafeltextuur. Het is bedekt met vorst. Maak gesmolten ijs van lichte klei. Het druipt. Hang de decoratie aan de muur. Maak gaatjes. Olaf heeft een snoer met lichtjes meegebracht. Is dit goed? Steek het aan. Teken een boog op dun piepschuim. Doe glitterende stukjes aan de zijkanten. Zet het rek op twee blokken. Brr, zo koud! Zelfs de zijkanten van de kassa zijn bevroren. Olaf, help ons! Hij bracht ons nog wat stukjes om te gebruiken. Gebruik dun piepschuim om een basis te maken voor een beeldscherm. Bevestig het beeldscherm. Er zit een stroomkabel aan de achterkant. Leg het in de hoek. Nu is het gemakkelijk om veel bestellingen op te nemen. Maar waar moet het ijs heen? Laten we een afgeronde vitrine maken. Verf eetstokjes zilver. Verander ze in poten. Voeg nog een niveau toe. Verf een doorzichtige dop wit. En voeg glitter toe. We hebben het bovenste deel van een fles nodig. Knip blauw plastic in asymmetrische stukken. Maak een bekervorm. Krul de randen en vul het midden. Het sneeuwt helemaal. Zet de koelkast op vier fonkelende pootjes. Breek een doorzichtig penseeldoosje in stukken. Pluk wat lichte klei. Rol bolletjes ijs.
is voor ieder wat wils. Vergeet het niet te posten op Lallygram. Café Frozen heeft een enorme keuken aan ijs. Olaf is zijn uitstraling aan het opzetten. Wauw! Alle bekers met ijs zien er geweldig uit op de rekken. Snij een strook piepschuim. Knip een van de randen bij. Maak een koelkast. Bevestig een paar stroken. Olaf heeft nog wat materiaal voor ons meegebracht. Versier de zijkanten. We hebben verdelers gemaakt van stukjes plastic. Vul ze met verschillende smaken ijs. Top ze met sprankelende hagelslag. Er zitten hier ook ijspegels in. Zet de vriezer bij de muur. Kies je favoriete smaak. Als volgende hebben we wat doppen nodig van chipsverpakkingen. Elke tafel krijgt een poot. Zet de houten standaards vast in de plastic doppen. Er zijn meer ijspegels in plaats van een tafelkleed. De basis wordt bedekt met sneeuw. Zet de tafels door de kamer. Knip het bovenste deel van de yoghurtfles. Bedek de stoelen met schuimpapier. De onderkant heeft een sprankeldraad erop. De stoelen zien er geweldig uit! We hebben ook halve bollen nodig. Maak er dienbladen van. Vul ze met bolletjes ijs. Scheid een plastic druppelaar in delen. En verbind ze dan weer. Vul ze met een ijskoud drankje. Dit is een van de beste dingen op een menu. Zet de drankjes en desserts op de tafels. Het café is ingericht zoals Olaf en Elsa het graag hebben. Het is ijskoud. Dit is de perfecte plaats om ijs te bewaren en te verkopen. De zaken gaan goed, zelfs in het holst van de winter. Kom naar ons café en probeer ons ijs.